Mythe originaliteit. Ja. Op het moment dat je echt denkt, ik moet iets nieuws creëren. Ja. Nou, dan ga je dus voortdurend allerlei ideeën die je hebt, duw je al bij voorbaat weg. Want dan denk je, dat is vast niet nieuw. Ja. Oh, okay. Dus die komen niet eens in je creatieve proces op. Ja. Dus ik werk meestal met 4 grote mythes. Ja. Eentje is, originaliteit. Ja. Eén is diepzinnigheid. We willen niet graag dat onze ideeën oppervlakkig zijn. Okay. En dus dat dus bij heel veel flauwe ideeën, je bent aan brainstormen, ik heb een heel flauw idee, namelijk een woordgrapje. Yeah. En we denken, ja, sorry hoor. Maar ik laat het niet eens toe, nee. Omdat ik denk, ja, maar dit is flauw. Ja. Dat is niet creatief. Ja, ja. We zijn nu niet echt aan het creëren. Ja, 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 ja. Dus dat is diepzinnigheid. Okay. De mythe van lijden, sommigen hebben dat. Van, dat is eigenlijk wat ik zeg, je moet, wil je creatief kunnen zijn, dan moet je toch wel wat hebben meegemaakt. Okay, ja, ja, je moet toch wel, ja, dat is inderdaad het Connie Palme syndroom, ja, ja, zou ik maar zeggen. Ja. Oh ja, de vierde is die van, en dat is ook een belangrijke, genialiteit. Dat je denkt, sommigen hebben juist creatief is als ik er heel lang aan gewerkt heb. Ja. En dat zou bij jou nog wel eens aan de hand kunnen zijn. Ik zeg het gewoon. Het is een mythe van dat eigenlijk het alleen goed is als het in één keer komt. Oké. Okay. Dat het een gave, zeg maar. Ja, dat het van een goed idee komt in één keer. Ja, 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 ja. Een goed idee is niet iets waar we 3 maanden, 8 uur per dag op uitwerken. Ja, ja. Dan is er toch iets mis mee. Precies. Nee, het moet gewoon in één keer eruit. Voor mij heb ik wel eens gezegd, als het te lang duurt, dan is het geen goed idee. Want het is exact. Niet zo makkelijk. Exact. Terwijl, je weet ook dat er erg. En dat is dat hele gebied van een idee uitwerken. Ja, ja. Is natuurlijk, er is weinig romantiek aan. Ja, nee, het is vreselijk saai. Het was gewoon saai. Ja, en niemand zegt van, oh, wat leuk. Niemand zegt het leuk. Wel, ja. En ja, je ja, moet klopt. Het gewoon, is gewoon baantjes trekken. Dat is gewoon, dat is gewoon kilo, hoe heet dat, meters maken. Maar hebben we het dan eigenlijk over, want ook bij het andere, als je zegt die mythe zet, dan heb je het eigenlijk ook over hoe mensen er naar kijken. Dus eigenlijk word je dus afgeleid door wat andere mensen denken in je creatief proces. Ongelooflijk veel. En dus ook bij mij dus zeg maar, van het is alleen maar leuk om die ideeën op te opperen, want daar krijg ik enthousiasme en aandacht mee, maar met die andere dingen niet. Nee. Dus en merk je dat er veel mensen bijvoorbeeld hier die dit vak volgen eigenlijk, ook zo zijn? Of ongelooflijk. Allemaal wel. Iedereen heeft die mythes, ik ook. Ja. En je ziet het, en dat wordt die worden voortdurend op de televisie en in de wereld van commercie, van kunst, van dingen, worden die mythes voortdurend bevorderd. Ja.